vier verschillende kunstenaars, vier geesten, want onder dat naam collectief hangen vier individuele mensen die in hun eigen identiteit ook opgewerkt zijn. Ik heb van Marie-Louise, Dindy, Brigitte en Henriek niet zo snel een vlammend manifest kunnen vinden. Wel ervaar ik een drang om onderwerp te agenderen waar mensen vaak de ogen voor sluiten. De donkere zijde van de geest, de geprobeerde mens die onder de huid of het masker van uiterlijk vertoon schuil gaat, de parallele geesteswereld waar onze driften, angsten, onderdrukte gevoelens en nachtmerries dwalen. Ik ga de zalen open doen en dan mag u naar binnen. Hier is het werk van Nocturne ook. In het gasthuiskapel is het werk ook. En aan deze kant. Ja, want toen hadden we opeens dat onderstuk.